Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Grondwitloof wordt ambachtelijk geteeld en is erkend erfgoed. Eind vorige eeuw waren er nog een 900 witloofboeren, vandaag een 120-tal. Frans van Meldert hoopt op een aflossing van de wacht. Wie zich geroepen voelt, kan er best aan beginnen door bij een teler in vertrouwen een goede variëteit zaad te kopen. Als je met witloof begint te telen, dan moet je toch wel grond hebben waar nog niet veel witloof gestaan heeft voor ziektes te vermijden. En best is toch dat je een beetje te raden gaat bij telers die al wat ervaring hebben, want witloof telen is niet zo gemakkelijk. Omdat witloof, dat wordt in twee keer geteeld. Je moet eerst de wortel telen in het veld en dan nog eens in de forcerie het witloof uitbroeden. Dus, want het is eigenlijk een tweejarige plant die je in één seizoen kweekt. En want het witloof dat op de wortel komt, dat is eigenlijk de zaadstengel die anders het jaar daarna op de wortel groeit in het veld. Dus het witloof wordt gezaaid eind april, begin mei. En als het dan uitgekomen is, dan moet het verdund worden, zodanig dat er een mooie stevige wortel kan uitgroeien. Dan in eind september, begin oktober, beginnen we de eerste wortelen te rooien. Dan worden die na 14 dagen te rusten, worden die terug in de nof ingezet voor in de forcerie uit te groeien. Dan wordt er bijverwarmd nodig, tot als de wortel een waterbevloeiing gegeven, tot als de wortel een krop op de wortel is gegroeid. De wortels komen dus uit de koeling en die worden terug in de grond gezet met de kop waar het witloof moet opgroeien, naar de bovenkant natuurlijk. En dan worden die bedekt met aarde en dan moet de wortel van zijn eigen terug worteltjes krijgen, zoals van onderaan een prei bijvoorbeeld. En dan begint de krop stilletjes aan te groeien en dan als de temperatuur minder is dan 14 graden, dan moet er wat bijverwarmd worden. Dan duurt het zo'n 4 weken en dan is de witloof klaar om te oogsten. Met dat we er grond op scheppen, staat het natuurlijk in het donker, hè. En dan als het bijna groot genoeg is om te oogsten, dan moeten er zeker doeken opgelegd worden, want anders schijnt dat nog door de grond en wordt het groen. Hè. Witloof zie wit omdat het onder de grond groeit natuurlijk. Hè. Ja, de moeilijkheid van goed witloof te telen is ook, je moet beginnen met de juiste, de selectie is belangrijk. Hè. Dus een ervaren witloofteler, die telt zelf zijn zaadjes. Hè. Dus hij gaat van een laag witloof uithalen, oogsten. En hij gaat de wortelen van de mooiste kroppen die erin zijn, die gaat hem bijhouden en die gaat hem dan daarna uitplanten na de winter. En daar groeit dan zaad op. En dat zaad wordt dan gebruikt om terug het jaar daarna witloof mee te zaaien. En zo kan hem zelf zijn eigen selectie maken voor zo goed mogelijk witloof te oogsten. Je kunt witloof kweken. Zoals vroeger nog onder de platen, onder afdekplaten. Maar de meeste witloofteelders zitten in een schuur. Dat is dus een hangar een hof die overdekt is. Dus dan werkt het gemakkelijker. Hè. Dan zitten ze niet met weer. Dan zitten ze niet heb je het weer niet tegen. Hè. Het moeilijke in het witloof is ook wel een beetje dat je discipline moet hebben van alles proper te houden. Hè. Want witloof krijgt nogal vlug. Ziektes. Hè. Dus je moet altijd goed in uw forcerie, na de forcerie, uw hof heel goed proper houden. Hè. Alles goed wegritselen. En ook in het land waar je witloof zaait, moet je zorgen dat je niet te vlug terugkomt. Hè. Het beste is dat je 5-6 jaar wegblijft waar je witloof gezet hebt, hè, om zo gezonde mogelijke wortelen te kunnen kweken. Hè. Eerst en vooral als je met witloof wilt beginnen, moet je zorgen dat je bij een ervaren teler witloofzaad kunt vastkrijgen. Dat je tenminste al met een goede variëteit begint. Want anders, als je zomaar ergens
zaad gaat halen dat je niet weet voor waar het komt, dan ga je al het risico al hebben dat het niet gaat goed zijn als je het gaat oogsten. Hè. Hmm. Dus dat is toch wel belangrijk dat je in vertrouwen ergens bij een goede kweker aan zaad geraakt, dat je toch kunt voor dat al in het begin te starten. Hè. Dat al in orde is. Hè. Het is dus zo dat in de jaren 90 waren er nog 900 witloofboeren. En die zijn bijna allemaal gestopt omdat het witloof niet meer marcheerde. De mensen vroegen achter geen witloof meer in de winkel. En dan hadden we ondervonden dat de mensen thuis kwamen achter witloof voor witloof te kopen. En dan hadden ze zo verhalen bij van ja, dat witloof dat je in de winkel koopt, dat is niet goed. We moeten zeker zijn dat het grondwitloof is, want dat smaakt toch beter. En daarom hebben we dan een VZW opgericht, voor dat het apart in de winkel zou liggen. Dat de mensen het konden herkennen. En zo is dat terug een beetje gebeterd, dat er nu nog een 120 witloofteelers die in volle grondteilen over zijn. Grondwitloof, dus veel, als je trouw eet, is knapperig. En als je het in de pan stooft, het gaat veel mooier aanstoven. Tegen hybride rassen, die hebben al suiker nodig voor een beetje karamel te hebben. Dus dat hebben mij goed grondwitloof niet nodig. Dat stooft zo schoon aan. Dat is een heel ander product. We hopen natuurlijk met de VZW dat er terug wat jonge boeren bijkomen. Anders is het een uitstervend ras, dat is het probleem. Hè. De meeste mensen die nog grondwitloof telen zijn boven de 50. Dus binnen 10 jaar geraken het op. Hè. Dat is spijtig ervan. Hè. Dat is zo. Nu zijn we wel bezig met, in samenwerking met de proeftuin, van cursussen te organiseren voor jonge boeren. Toch aan terug de goesting doen te krijgen. Hè. Dat is een beetje het probleem van het grondwitloof. Hè. Dat het is een heel, heel arbeidsintensief. Dus het is niet gemakkelijk van de jonge mensen er aan het werk aan te krijgen. Hè. Met het beginnen, hè. Je kunt er niet van weg. Hè. Het is zondag of zaterdag, als het witloof moet geoogst worden, moet het gebeuren. Hè. Trouwens ook als je moet, als jonge gast, zonder dat je van landbouwer afkomst bent en je moet ermee beginnen, dat is een hele investering. Dus je moet eigenlijk kunnen, als zoon van een landbouwer, kunnen zeggen tegen vader, mag ik hier een stukje gebruiken, wat een gaar, wat machine, dat je toch niet alles moet kopen, want anders is het niet te doen en je raakt niet in gang. Hè. Ja, je kunt het ook niet alleen. Hè. Je moet in het veld kunt alleen werken, maar de keer dat je thuis aan de hoogste bent, er altijd wat mensen nodig om dat witloof dus veiling klaar te maken. En dat is ook al een beetje een probleem aan het worden voor nog mensen te vinden. Hè. Dat is een groot probleem eigenlijk.